Nederland. Het was bij de Sicilië, was dat? Ja, in die tijd hadden ze natuurlijk geen lekkere wijven. Zo'n boot. Daar stonden ze hier. Stonden ze eigenlijk in kneukens. Ze waren eigenlijk een soort moppetouw. Die stopten die jongens dan bij elkaar in hun anushoorn. En dan ging er een soort zoutige emulsie ging erbij. Dat ging natuurlijk zweren en doen daar op zo'n boot. En dat was een soort orgasmeverhogend was dat. Het was voor die jongens was dat lekker, want die hadden niks om handen. Die jongens die waren geen homo. Die hadden niks om handen. Die kneukers die werden dan in dat anushoorn gedraaid. En dan had je ook nog de loer. De loer, dat was dan eigenlijk een kleine jongen en die werd dan gedraaid, die loer. En die dreven ze dan op de pik van die bootsman. Dus die loer die werd gedraaid op die pik gedreven. Ja, goed. Dan had je Sam, had je natuurlijk ook nog. Ja, en in die tijd, ja, Sam die pakte Lieselotte en die sloeg hem met een rieker op de kanus en die was dat van hem. Dat is allemaal niet meer. Ik vind dat jammer. Die tijd was bar. Bar was die tijd. Ja, dan hadden ze ook van dat tonijnenvet. Dan pakten die mannen, die pakten zo'n tonijn, die pakten ze uit die zee en die sloegen ze gewoon met die rikker. Die knepen ze uit dat tonijnenvet. Dat dreep eruit, dat lieten ze dan drogen op het dek. Dat moest een paar uurtjes moest dat hebben. En dat was eigenlijk de eerste parfum, was dat. De eerste parfum. Daar is nu dan die parfum van gekomen. Ja, dat was krek. Lekker. Krek van lekker. Krek. Ja, en door al dat zilt, die zee en al dat slechte eten, kregen die mannen die kregen ook last van hoempert. En hoempert, dat was eigenlijk een soort stukjes harde kak. En dan pakten ze een karbouw pakten ze dan en daar, ja, dat deden ze een soort doek omheen, deden ze daar. Stopten die mannen dan bij elkaar in dat anushol om die hoemper tegen te gaan. Ach, in die tijd dat ging zweren en dat ging doen en die mannen hadden last van scheurbuik. En ja, dat was bloedlink hoor, daar kon je bloedvergiftiging van krijgen. Ja. Ik liep over straat en ik zag haar lopen. Ik weet niet wat er binnen was gekropen. Een traan viel op het plaveisel. Zeg. Ben jij dat, Wim van Nijssel? Dat ben ik dan. Ach, dan zit ik soms liever op een oud schip. Of in een busje.